Uitwerking in trilling binnen module, onderdeel van het examen VWO 2016, tijdvak 1. Deze opgave gaat over trilling binnen molecuul. Lees eerst even het hele verhaal door. Gevraagd wordt een berekening uit te voeren voor de veerconstante. Maar nogmaals, eerst even alles doorlezen en de gegevens noteren. Als het goed is, heb je de afstand genoteerd. 1,6 keer 10 tot de macht min 10. En het is een massaveersysteem. Massaveersysteem, dan moet je al nadenken van, oh, er hoort een formule bij. En de formule hoe je de trillingstijd kunt berekenen. En natuurlijk de trillingsfrequentie waar hij mee gaat trillen. En als je frequentie weet, weet je ook de trillingstijd. Belangrijk is ook wel even dat je kunt voorstellen wat er gebeurt. Hè. Je hebt waterstofjodide. Het jodatoom is ontzettend groot, ontzettend zwaar en het waterstofatoom ontzettend klein. Dus in principe als het gaat trillen, zal voornamelijk het waterstofatoom de trilling uitvoeren. Goed, hoe voer die berekening uit? Nogmaals, het was een massaveersysteem. Dus hoe kun je de veerconstante berekenen? Dat doe je met deze formule. Nou, de formule voor trillingstijd bij een massaveersysteem. Alles even op een rijtje. Dus de formule voor de trillingstijd bij een massaveersysteem. Die trillingstijd, die weet je, nou ja, je weet de frequentie, maar daar kun je straks de trillingstijd uithalen. De massa, dat is de massa van het waterstofatoom. En de veerconstante, die hoofdletter C, ja, die moet je dus berekenen. Dus even omwerken en dan krijg je dus dat dit de formule is voor de veerconstante. Probeer die omwerking zelf ook eventjes te begrijpen hoe dat in elkaar gaat. He, eerst links en rechts eventjes het kwadraat, zodat je de wortel kwijt bent en dan valt deze er redelijk vlot uit. De frequentie gebruik je om de trillingstijd te bepalen en dan kun je alles invullen. De massa van het waterstofatoom moet je natuurlijk nog wel eventjes hebben. Daarvoor heb je de isotopentabel, hoewel waterstof weet ongeveer wel natuurlijk dat hij ongeveer een massa heeft van 1 U. U is de atomaire massa-eenheid. Die moet je natuurlijk wel in kilogram doen. Dan heb je ook weer BINAS. BINAS tabel 7, 7b. En er staat hoe groot 1 U is. 1 U is, nou daar staat die, 1,66 keer 10 tot de macht min 27 kilogram. Dus de massa van het waterstofatoom is, daar staat hij al, het is dus bijna gelijk aan die 1,66. Je doet het keer 1,009. Goed. Dat vul je allemaal in. En let op, hè, wat ik ook hier al heb staan bij de berekening. Ja, ik deel door een macht van 10. Dan zeg ik er altijd voor de zekerheid haken omheen. Zodat ik zeker weet dat ik het ook deel door die macht van 10. Want als je de haken weglaat, voor je het weet, doe je niet delen door 10 tot de macht min 14, maar doe je maal 10 tot de macht 14. Alles uitgerekend en dan kom je op 317. De eenheid van veerconstante is newton per meter. De punten. Eén punt voor het inzicht dat je gebruik moet maken van die formule. Ze maken gebruik van de formule voor F. Maar dat is het omgekeerde natuurlijk van de formule van T. Ik onthoud altijd maar één formule. En dat is die T. En dan kan ik die F later er wel bij gebruiken. Inzicht dat je voor massa het H-atoom moet gebruiken. En één punt voor de rest van de hele berekening, dus wat is de precieze massa van het waterstofatoom, de hele berekening, omwerken van de formule, rekenfouten en eenheden en significantie, oftewel alles in één punt. Goed, de volgende vraag. Figuur 1 is een klassieke waarschijnlijkheidsverdeling. Let op, het gaat allemaal nog over klassiek, het heeft niks met kwantummechanica of wat dan ook te maken. De klassieke waarschijnlijkheidsverdeling van de kans om het waterstofatoom aan te treffen. En dan zie je dus dat de kans om hem in het midden aan te treffen klein is. En de kans om hem op de uiteinden aan te treffen heel groot is. Nou, hier staat ook nog beschreven wat hier allemaal in is. Ja, als je eventjes alles weer bekijkt. En dan worden verschillende opdrachten gedaan. En ik werk ze eventjes per opdracht uit. Dus de eerste van waarom is nou in het midden de kans minimaal en maximaal als de uitwijking
maximaal is. Ja, dus dit is in feite, waarom is de kans? Nou, lees je zelf eventjes. De waterstoftoon, dat trilt zo heen en weer. En dan zie je dus dat in het midden, ja, daar is hij heel kort. Ja, in het midden is de snelheid het grootst. Dat betekent dus dat hij daar doorheen zwoeft. Oftewel, de kans om daar te treffen is inderdaad klein, want ja, daar heeft hij de grootste snelheid, dus hij is er zo weg. Terwijl hij op de twee uiteinden staat hij stil. Ja, hij staat een heel klein momentje stil. Dus is een grote kans dat je hem daar aantreft. Oftewel, dat is de reden. Opdracht 2. Ja, hoe verandert die grafiek, ja, het diagram, als de totale energie van het systeem groter wordt? En we hebben het nog steeds over een klassiek systeem. Nou, gaan we kijken naar energie in het klassieke systeem. En het is een massaveersysteem. En wat geldt er voor trillingsenergie? Dat die opgebouwd is uit een stukje potentiële energie en een stukje kinetische energie. Voor een massaveersysteem is de potentiële energie een half keer c keer u kwadraat. En kinetische energie is de gewone, nou wat heet gewoon, hè, maar het is een half mv kwadraat. Wat gebeurt er dus als de energie groter wordt? Dan zal dus de uitwijking, amplitude wat groter, hè, want die E potentieel zal dus ook groter worden, oftewel U uitwijking wordt groter. Dus amplitude wordt groter. Ja. En conclusie, de grafiek wordt dus dan breder. Ja. Dan, wat gebeurt er met de hoogte van een grafiek? Nou, eventjes van, ja, maar wat is de hoogte eigenlijk? De hoogte in deze grafiek, hè, het is een PU grafiek. Oftewel, dat is de kans om het waterstoftoon aan te treffen. Nou, en de snelheid wordt groter. Oftewel, de kans om dat waterstoftoon aan te treffen in het midden zal nog kleiner worden. Dus de grafiek gaat naar beneden. Dit is één manier om het uit te leggen. Je kunt ook zeggen van, let op, hè, de totale kans om iets aan te treffen is natuurlijk 1. Maar dat is een stukje wiskunde, vind ik eigenlijk. Ja, oftewel, als de totale kans gelijk blijft, moet het totale oppervlak gelijk blijven. Als je breder wordt, moet je dus wel lager worden. Maar, nogmaals, ik vind het een stukje wiskunde, maar het is wel een verklaring. Goed, in ieder geval de grafiek wordt breder en de grafiek wordt lager. Dat zijn de twee zaken die het antwoord moeten geven. De punten. Nou, je ziet hier, ja, loop ze maar even bij, inzicht dat die in het midden kortst is, et cetera, et cetera. Ja, groter energie dan amplitude groter en de grafiek breder en dat hij lager is omdat de kans kleiner is, of zij gebruiken hier de wiskunde methode. Dan gaan we over naar een paar waarnemingen waardoor men zegt van ja, maar we kijken altijd naar het klassieke model, maar eigenlijk hoe we hier kijken naar het kwantummodel, want het lijnspectrum wat te zien is, is niet te verklaren met behulp van het klassieke model. Lees alles weer eventjes en onderaan staan weer diverse opdrachten, die gaan we ook weer per opdracht behandelen. Ja, je hebt dus een aantal spectra en gevraagd wordt van, hey, ik heb figuur 2, ja, dat is dus het spectrum wat te zien is, en in figuur 3 staan de energieniveaus. En hoe kun je nu figuur 3 verklaren met behulp van figuur 2? Wel, eerst figuur 2, want dat is je basis, hè. Daaruit moet ik figuur 3 kunnen verklaren. En bij figuur 2 zie je dus dat het frequentieverschil tussen de diverse niveaus gelijk is. Frequentieverschil is gelijk en betekent dus dat ook het energieverschil gelijk is. Het energieverschil tussen de diverse lijnen is gelijk. En lijn A, hier, die begint bij ongeveer 0,68. En dan zie je dus van, hey, blijkbaar is lijn A precies ook één zo'n delta F boven het nulniveau.
Goed, delta E is gelijk, dus de energieverschillen zijn gelijk en die staan in figuur 3 keurig tussen die lijntjes. En vandaar dus dat die niveaus op precies even grote afstand van elkaar zitten. En ik heb figuur 3 uitgelegd. Opdracht 2. Bepaal die delta E. En een goede toevoeging bij in elektrovolt. Dus de eenheid is gegeven. Nou, delta E wordt gevraagd. Delta E is H keer F. Natuurlijk wel H keer delta F. Ja, het gaat wel over het energieverschil. En invullen. H, constante van Planck, als je het niet weet, minus 7. Delta F, kijk de vorige. En je komt dan op zoveel joules. In joules. Vergeet niet het omrekenen naar elektrovolt. En dat is 0,28 elektrovolt. Want 1 elektrovolt is 1,6 keer 10 tot de macht min 9 joule. Oftewel, je deelt die 4,51 keer 10 tot de macht min 20 door die 1,6 keer 10 tot de macht min 19. En je komt op 0,28 elektronvolt. En laatste opdracht. Teken in figuur 3. Een overgang die bij lijn B hoort van figuur 2. Ja, lijn B, dat is dus deze lijn. Ja. En lijn B, ja, die zit op 2 delta F afstand. 2 delta F betekent dus dat bij lijn B een energie hoort die 2 keer delta E is. Oftewel, dat is dan deze, of dus deze. Let op, het is een pijl die van boven naar beneden is, want B is een emissielijn. Een emissielijn betekent dat het licht straalt, betekent dus dat het energie geeft. Oftewel, hij gaat naar beneden toe, want hij gaat energie afgeven. Nou, dus van daar naar daar of van daar naar daar. Dus geen pijl omhoog, een pijl naar beneden. De punten weer. Nou, in ieder geval dat die frequenties op onderlinge afstanden zitten, ja, waarbij ook de eerste frequentie erbij hoort. Inzicht dat delta E is H keer de frequentie van A en de frequentie van A is die delta F. Computeren van de bepaalde boven en één van die pijlen tekenen in figuur 3. Oké, we gaan verder. Ja, het kwantumfysiemodel van dit systeem. Ja, en ze kijken van, het is een eendimensionele energiepunten. En ze hangen af de afstanden. Nou, lees even door. Nou, en we bekijken dit systeem met twee andere kwantumfysische modellen die in de theorie zijn behandeld. En gevraagd wordt van, hoe zit het eigenlijk met als je bekijkt of het een energieput is met oneindig hoge wanden? Hoe zit het als je het vergelijkt met een model van het waterstofatoom? En ja, waarom kunnen die twee modellen niet? Nou, eerst het kwantummodel met een energieput met oneindig hoge wanden. Daarvoor geldt, ja, en kun je eventueel ook weer binnens gebruiken natuurlijk, ja, dat de energie is, nou daar staat het, en dan zie je dus dat hier, ja, voor de energie, hier, staat het n kwadraat. Dat betekent dus dat de energie, ja, iedere keer verder van elkaar afkomt. Het is eerst 1. Daarna 4, daarna 9, etc. Dus we gaan steeds verder van elkaar af. Ja, dat is dus streepje 1. Energieniveaus liggen steeds verder van elkaar af. De tweede, nou, het kwantummodel van elektron in een waterstofatoom. Ook daar weer eventjes kijken van, wat geldt ook weer voor energie? Nou, hier staat energie van een waterstofatoom. En daar zie je dat daar n kwadraat staat, maar die staat onder het deelteken. Betekent dus, ja, voor n is 1 is het 1, maar voor n is 2 is het een kwart, n is 3 een negende, oftewel die gaan steeds dichter bij elkaar. Kijk, hier staat dat plaatje nog. Iedere keer komen die energieniveaus dichter bij elkaar, totdat ze daar elkaar bijna raken. Kortom, steeds dichter bij elkaar. En de derde van, ja, waarom geldt het niet voor het waterstof-jodide atoom? Nou, heel eenvoudig. Ja, want je hebt zo net in figuur 3 gezien
dat ze op gelijke afstand liggen. Oftewel, ze liggen niet steeds verder van elkaar af, ook niet steeds dichter bij elkaar af. Oftewel, die twee modellen die kloppen niet met het waterstof-jodide model. De punten. Nou, hier staan ze. Ja, de twee energieplaatjes van de twee modellen. En daarom van, goh, waarom geldt het niet? Gaan we met de laatste. Ja, eigenlijk kan het nooit dat de waterstofatoom helemaal stilstaat. En gevraagd wordt, legt dit uit met onbepaaldheidsrelatie van Heisenberg. Nou, als dit wordt gevraagd, dan ga je natuurlijk eerst opschrijven. Ja, precies. Die onbepaaldheidsrelatie van Heisenberg. Ja, dus delta x keer delta p is h gedeeld door 4 pi. En die delta p, ja, de p is impuls en impuls is massa keer snelheid. Betekent dus dat, stel je voor, hij zou wel helemaal kunnen stilstaan, dan is die impuls 0 of die delta p is ook 0. Ja, en als delta p 0 is, ja, dan zal dus delta x keer delta p ook altijd 0 zijn. En iets wat 0 is, kan nooit groter of gelijk zijn aan iets anders. Kortom, dat kan niet. En ja, dat wordt ook gevraagd. De punten. Inzicht dat die delta p dan in feite ook 0 is. Zeggen van ja, dan moet delta x hier ook 0 zijn. Maar dat doet er eigenlijk niks toe. En gebruik van onbepaaldheidsrelatie van Heisenberg. Oftewel, het opschrijven van die relatie. En natuurlijk ook nog wel een conclusie, maar het lijkt me logisch dat je die erbij doet. Dat had ook al 1 punt opgeleverd. En dan had je 50% van alle punten kunnen halen voor deze opgave. Dus dat is weer mooi meegenomen. En wat ook meegenomen is dat dit de laatste opgave was. Dus het is weer gebeurd. Tot ziens.